Op de verjaardag van prins William plaatste prins Harry een opvallende aankondiging vanuit zijn stichtingcentrum Balen. Hij maakte bekend dat de ISPS Handa Polo Cup 2023 dit jaar opnieuw zal plaatsvinden. Deze aankondiging zorgde voor kritiek en discussie op Twitter, aangezien Harry ervoor koos om de flyer op dezelfde dag te delen als de verjaardag van zijn broer. Sommige Twitter-gebruikers uitten hun ongenoegen over het feit dat Harry ervoor koos om de aankondiging te doen voor een polowedstrijd in Singapore, dezelfde locatie waar ook het Airshot Prize 2023 evenement van prins William zal plaatsvinden. Velen zijn van mening dat dit geen toeval kan zijn. Er wordt gesuggereerd dat Harry jaloers zou zijn op het succes van zijn broer en deze actie zou hebben ondernomen om aandacht te trekken. Na de ontvangen kritiek heeft Stichting Centerbalen de flyer van het evenement offline gehaald. Sommige Twitter-gebruikers zijn opgelucht over deze stap en noemen Harry jaloers en arrogant. Ondanks dat de flyer offline is gehaald, is informatie over het evenement nog steeds te vinden op Google. Dit heeft geleid tot verdere kritiek, waarbij wordt gesteld dat Harry hiermee de reputatie van Centerbalen in gevaar brengt.